Anno 2022 neemt de partij Le Hoer haar verantwoordelijkheid. Ook wanneer zij niet blij zijn met de hoge benzineprijzen en de prijzen in de winkels. Daarom zal de partij staan achter elke beslissing die de president en de vicepresident van het land nemen. Dit gaf Brontosu Mohardjo, minister van Binnenlandse Zaken en tevens prominent lid van de partij Le Hoer aan tijdens de feestvergadering afgelopen zaterdag in het partijcentrum. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Vanaf 1975 nemen wij onze verantwoordelijkheid. Vechten tegen de manier van onafhankelijkheid. Vechten voor de democratie. Besluiten om uit het front te gaan. Alleen maar moeilijke beslissingen. En ook anno 2020 staan wij echter elke moeilijke beslissing die de president van het land neemt en de vicepresident van het land neemt. Het is makkelijk om voor ons te zeggen, na ding aan de UNO. Maar dat is per Tjaulu hoor niet. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. En wij ook. Wij ook hebben ideeën voor beleidsombuiging. Wij ook hebben tegen de president gezegd, president, laten wij de basisgoederen inkopen, zodat wij de prijs bepalen. We hebben gezegd, president, sluit alle cambio's. We hebben gezegd, laten we goudcertificaten maken, zodat het volk kan investeren in goud vanaf $10, zodat niemand meer dollars op de markt zoekt. Maar weet je, familie, weet je, broeders en zusters, in de politiek moet je positie kennen. En onze positie is van ideeën doorgeven, visie doorgeven. Wat er met die ideeën en wat er met die visie wordt gedaan, is het prerogatief van de leiding van het land. Is de keus van het leiding van het land. En daar moeten we niet over klagen. Want wij Jowos, ongeacht geloof, wij moslims, ongeacht etniciteit, hebben bij de verkiezing van 2020 in collectief verband besloten dat PL die positie kreeg. Niet achter het stuur, niet als medepassagier, maar op de achterbank VP hebben ze ons gezet. En als Somaharjo en Brunswijk niet hadden samengewerkt, waren we in de achterbak of misschien buiten die auto. En dat was het voor het eerst geweest dat een partij met als basis Jowo, ongeacht geloof, moslim, ongeacht etniciteit, geen inspraak had in het beleid. Dat was het begin van het einde geweest van die inspraak. Maar ik geloof dat Allah subhanahu wa ta'ala ons een kans heeft gegeven. En wij pakken die kans met beide handen aan. We erkennen ook, per Tjaulu heeft fouten gemaakt. We erkennen ook dat we zaken beter hadden kunnen doen. Maar we erkennen ook dat we hebben geleerd van onze fouten. De president heeft gezegd, we zitten in de tweede helft, VP. Per Tjaulu staat er goed voor. U ziet het. Wij hebben geen concurrentie. Er is geen enkele andere partij met als basis Tjaulu, ongeacht geloof, moslim, ongeacht etniciteit. Terwijl onze Hindoestaanse broeders de basis met NDP wordt gedeeld, met VHP wordt gedeeld. VP, is er een andere partij dan ABOP als concurrentie voor u? Ik denk het niet. ABOP en PL hebben geen concurrentie. Maar net als bij voetbal telt de laatste seconde. En de laatste seconde is wanneer u in het stemhokje bent en het vakje rood moet kleuren. Tienduizenden mensen hebben spijt van hun besluit, van hun keuze de afgelopen verkiezingen. Nogmaals, laat het niet zo zijn dat je in 2025 weer spijt hebt. Want ik blijf het herhalen. Alleen een ezel stoot zich twee keer aan dezelfde steen.